heel leuk op school, want je hebt hier ook allemaal soort activiteiten. Het is gezellig, het was makkelijk vrienden maken en buitenschoolactiviteiten zijn ook leuk. Ik vind het super leuk hier op school. Ik heb ook heel veel vrienden, nieuwe vrienden gemaakt. Ik heb het hier altijd leuk. Ja, het is hier echt super leuk. Een hele actieve school. Het leert je gewoon makkelijk alle dingen. En het was gewoon super makkelijk voor mij om hier aan te wennen. Ja, het is heel gezellig in de klas. En we zijn eigenlijk ook al heel gehecht aan elkaar. Ik was best wel zenuwachtig, want het leek mij gewoon een hele grote school. Ik was niet echt gespannen in de zomervakantie om naar deze school te gaan. Maar de eerste week was wel wennen. Ik was ook met een vriendin hierheen gegaan en we hadden samen gefietst. En uiteindelijk, na een half uurtje, was het eigenlijk wel klaar met zenuwachtig zijn. En ja, we gingen gewoon op het begin ook in de eerste dagen ook leuke activiteiten doen. En het was eigenlijk, ja, was de klas gewoon fijn. En ja, als iedereen goed gewend aan elkaar. Je weet snel waar alles is op school. En in het begin dacht ik van dat ik niet wist waar alle lokalen waren, maar dat weet je al binnen een paar weken. Ik vind het hier op school super gezellig, want al de eerste week had ik al heel veel nieuwe vriendinnetjes gemaakt. En mijn klas is ook super leuk en we kunnen altijd samen lachen. En ik vind dat eigenlijk super belangrijk, want ik zou het ook niet leuk vinden om in een klas te zitten waar ik gewoon gepest word. In het begin was het heel erg wennen, de pauzes, want je bent normaal gewend dat je altijd met dezelfde klasse buiten bent, maar nu ben je met iedereen tegelijk buiten en dan was het in het begin ook wel spannend, maar dat is, na een tijdje is dat ook gewoon heel leuk. Ik heb ook al heel veel nieuwe vrienden gemaakt. En ik had ook al met een paar kinderen waar ik vorig jaar bij op school zat, of die kende ik al. Daar zit ik nu ook bij in de klas, dus dat vind ik ook al fijn. Ik ben wel heel snel aan gewend, want het is gewoon ja, super leuk hier. Mijn lievelingsvak is wiskunde, omdat ik best wel goed in wiskunde ben. En ik haal ook heel veel hoge cijfers bij wiskunde. En ik vind ONO heel leuk, dat is technasium. Mijn lievelingsvak is sportklas, want dan ga je met meerdere klassen ga je sporten en daardoor maak je eigenlijk best wel veel vrienden. Mijn lievelingsvak is waarschijnlijk Engels. Ik ben zelf kwart Engels geboren, dus dat is best makkelijk voor mij. Mijn lievelingsvak is atelier ontwerpen. Dat is eigenlijk voor mijn media, alleen iets compacter, omdat ik heel erg van fotografie houd en van met mijn handen bezig zijn. Ik vind voor mijn media leuk omdat ik hou van knutselen, van tekenen en van schilderen en al. En ik vind het leuk om creatief te zijn. Ze hebben hier ook nog twee andere talentgebieden, techniek en sport. En ik ben zelf van de sport, waar ik gewoon ja, eigenlijk alle sporten wel leuk vind, behalve meer turnen en ballet en zo. Ik wil denk ik sport of voor media gaan doen, omdat ik dat wel allebei heel erg leuk vind. En bij voor media leer je ook met fotografie werken en dat vind ik wel heel erg leuk. Je hebt op deze school heel veel activiteiten die ik ook heel leuk vind. Bijvoorbeeld de musical, de badclub, trampolinespringen en de Lego League. En nog veel meer. Wetenschapsoriëntatie is eigenlijk een vak waarbij je ook leert denken om je voor te bereiden op de universiteit. En dan ga je dat soort dingen ga je gewoon leren en doen. Domeinonderwijs is eigenlijk dat je heel veel in groepjes en heel veel in projecten werkt. En er zijn ook vakken die zijn samengevoegd zodat je langer aan een onderwerp kan werken. En ik vind persoonlijk heel fijn omdat ik hou van met mijn handen bezig zijn en projecten maken. We hebben een hele leuke mentor bij Domein. En die is heel fijn, want die helpt je met plannen en die helpt eigenlijk wanneer er iets is. En ook als je met problemen zit, kan je altijd naar onze mentor komen. Ja, je hebt hier een mentor in plaats van een leerkracht en dat is eigenlijk gewoon iemand die jou het beste kent. Je hebt bij ieder vak een verschillende docent, alleen je mentor, dat is maar ja, een beetje je groep 8 leerkracht. Een heel positief iemand. Geeft je vooral steun en je kan altijd lachen met hem. We hebben heel veel verschillende docenten in de week. Dat is van de ene kant heel fijn als je een docent iets minder leuk vindt dan andere docenten. Maar
als je je docent heel fijn vindt, dan die heb je dus niet de hele tijd. Dus je wisselt heel vaak van docenten. Nou, je hebt ook een vak en dat is studieles. En dan heb je eigenlijk gewoon met je mentor. En dat is één keer per week bij VWO. En dan ga je eigenlijk gewoon bijvoorbeeld, je gaat je voorbereiden op de toetsweek. Of je gaat leren. En nieuwe manieren vinden waarop jij het beste kan leren. Ze hebben hier ook knipuren en daar krijg je begeleiding om je huiswerk te maken. En dan leer je ook hoe je moet plannen en zo. Hier krijg je ook knipuren en dan kan je gewoon rustig en met muziek als je wilt aan je huiswerk werken. Als je bijvoorbeeld op school meer je huiswerk kan maken, beter dan thuis omdat daar veel herrie is of zo. Dan kan je hier op school nog je huiswerk maken en het helpt je gewoon mee, want je kan ook altijd vragen stellen aan de docent die je dan hebt. Het ziet er heel modern uit, een beetje mooier dan dit. En na de zomer gaan we er al naartoe, dus zin in. Ja, ik heb wel zin in het nieuwbouw. Ik heb ook kleine filmpjes gezien van tekeningen bijvoorbeeld. En ik vind dat wel dat het er heel mooi uit gaat zien en het is ook lekker groot. Ik ben wel nieuwsgierig naar de nieuwbouw, hoe het eruit gaat zien met nieuwe klaslokalen en gymlokalen. En daar ben ik wel benieuwd naar. Ik heb heel veel zin in de nieuwe knip bij de Braak, want het is een leuk uitzicht en het is een hele grote moderne school en ja, ik heb het ook gezien op Instagram, daar heb je echt hele mooie, een heel mooi trap ook, want hier is het al een beetje door elkaar en zo, alleen het lijkt me daar echt heel leuk en heel modern. Ik vind het hier echt super leuk en het is echt super leuk en geweldig. Vind ik ook!